Hallo allemaal en welkom terug. Goedemorgen. Het is zondagochtend. Heel erg vroeg op 22 maart. Mijn naam is Vidioot. En ik ben een diehard fan, een echte fanboy. Van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Zij is de eerste burgemeester van Amsterdam die een zombie-apocalypse meemaakt. Wij zijn hem ook aan het meemaken. Dit is dag 7 van de zombie-apocalypse. Alles is dicht en wij zitten binnen in zelfisolatie. En wij proberen alleen naar buiten te gaan voor boodschappen en het uitlaten van de hond, zeg maar. En de rest proberen we gewoon online te bestellen. Want wij zitten niet te wachten op een enge ziekte. Wij willen geen zombievirus. Dit is het nieuws van gisteren. We fietsen er even doorheen. Het was gisteren afschuwelijk. 3631 mensen nu positief getest. En lang niet iedereen wordt getest. Gewoon mensen die ziek zijn, ernstig ziek. En medisch personeel. En dat betekent dat er weer 5600 besmettingen bij zijn gekomen. Het is echt 5600 per dag erbij. Dus dit getal gaat vandaag weer gigantisch stijgen. Vandaag gaan we over de 4000 heen. En er zijn nu in totaal maar liefst 136 mensen overleden. En de meeste overleden mensen, zeggen ze nu, zijn tussen de 80 en 84 jaar oud. En dan is er ook iemand van 63 overleden. In Brabant is het een bende aan het worden. Daar kan de healthcare het niet meer aan. Het begint enger en enger te worden. Maar goed, dit is nu.nl van gisteren. En in Italië gaat het echt afschuwelijk slecht. Namelijk, gisteren kwamen er daar 793 doden bij. Ze kunnen het daar helemaal niet meer aan. De overkoepelende organisatie van beademing en intensive care en resuscitatie. Dat je mensen weer bijbrengen als ze helemaal doodgaan. Die organisatie die had al een advies uitgebracht aan artsen op de intensive care in Italië. Waar gezegd werd, ja, het wordt morele keuzes maken. Red alleen de mensen, of probeer alleen de mensen te redden die een hoge overlevingskans hebben. Dus met andere woorden, artsen op de intensive care in Italië, die zijn aan het besluiten wie leeft en sterft. Het is dood en doodeng is het. Maar goed, bij hun gaan nu ook de niet-essentiële fabrieken gaan dicht. En het wordt daar vandaag nog erger. Let maar op. En dan kwam ik dit gisteren tegen. Nederlandse ondernemers vragen, oeps, woekerprijzen voor mondkapjes. Verzin dat niet. Dus wij hebben de mogelijkheid om zelf mondkapjes te maken. Gevangenen gaan ook mondkapjes maken. Het is echt belachelijk. Maar goed, waarom? Waarom zijn gevangenen mondkapjes aan het maken? Nou, hierom. En zij brengen dan offerten uit aan de regering in deze tijd van extreme crisis en doen daar tegen woekerprijzen. Die proberen gewoon geld te verdienen aan de angst en het verdriet en de crisis. Schandalig. Maar goed. Grote voorraden gaan we kopen in China. En gisteren kwam er al wat van binnen. De eerste lading miljoenen order mondkapjes uit China is aangekomen in Nederland. 700.000 mondkapjes zijn er nu binnen. En we lazen hier net dat Nederlandse ziekenhuizen gebruiken dagelijks, dat staat hier echt, 100.000 mondkapjes. We hebben er 700.000. Dus dat wil zeggen dat we hier 7 dagen mee voort kunnen. Dus belachelijk is dit. Wat voor derde wereldland zijn wij? Er ging ook een oproep uit
Van hebben jullie, hebben gewoon ieder bedrijf, iedere persoon die mondkapjes heeft liggen of rubberhandschoentjes heeft liggen, kom ze even langs het ziekenhuis brengen. Want ja, wij hebben ze niet meer. Het is echt belachelijk. Dan in Brabant, daar zitten de ziekenhuizen vol. En daar hebben we een fantastische oplossing voor gezonden, namelijk verzonnen, we gaan het leger inzetten. En Defensie gaat helpen om intensive care patiënten vanuit Brabant naar andere plekken in het land te vervoeren. Omdat het anders volgende week helemaal misgaat in die ziekenhuizen. Je kunt redeneren dat het nu al een misgaan is. En in totaal ging het volgens mij om tussen de 500 en 700 patiënten die vanuit Brabant naar elders moeten. En ja, god weet je, dan lig je dus ergens in het middle of nowhere helemaal in je eentje. Want je familie kan je niet bezoeken, dus dat is wel eng. Als het ziekenhuis nou om de hoek is, maar ja, volgens mij mag je familie je dan ook niet bezoeken. En dan stond er hier eindelijk iets over bedden, waar ik nou op zoek was geweest. Tada! Wij hebben 1150 intensive care bedden, waarvan de helft zeg maar beschikbaar is voor coronapatiënten. Dan gaan we naar 1500 bedden en daarvan zijn er 925 voor mensen met corona. En dan hebben we nog meer intensive care bedden nodig. Namelijk, we gaan naar 2000. En dit aantal kan verder groeien indien nodig. Ik denk dat je er nog heel veel meer nodig hebt. Gewoon hoge inzetten, veldhospitaals bouwen. En Defensie heeft nog bedden. Dus die kunnen ook ons helpen om naar 2000 te komen. Het is pittig allemaal, lieve mensen. Het is pittig. Dan kwam ik deze tegen. Deze vond ik supergeestig. Mensen, waar zijn we mee bezig? Ga alsjeblieft niet bootcampen en yogaen in het Vondelpark. Mag het wel in een ander park? Dit is Femma van Megen. Zij is een verpleegkundige. En zij was zaterdagmiddag was zij in het Vondelpark. Dus dat is gisteren. En Amsterdammers hier houden nauwelijks afstand. Ze bootcampen, spelen en verpozen. Nog altijd dicht op elkaar. Dicht op elkaar verpozen klinkt wel. Geil. Komt ie aan. Dus dit is een lezersbrief van Femma. Hier staat wat zij is. Zij is een verpleegkundige. Bij het UMC Amsterdam, locatie VUMC. Ja, komt ie aan. Ik kom net helemaal in shock terug van mijn uurtje hardlopen door het Vondelpark. Het Sodom en Gomorra van de coronacrisis. Niet helemaal, Femma, schat. Het Sodom en Gomorra, dat is op dit moment denk ik Noord-Italië. Sodom en Gomorra is wel leuk gekozen. Het is bijbels. Het is een bijbelse plaag. Ik ben helemaal verbluft. Was ze nou in shock? Of is ze verbluft? Op een enkeling na lijken de aanwijzingen van de overheid geheel aan iedereen voorbij te zijn gegaan. Bootcampclubjes. Yogales in groepen van 20 à 30 man. Groepjes vrienden die hijgend en puffend naast elkaar aan het hardlopen zijn. Ik heb het allemaal gezien. Femma was erbij. En je ziet hier ook, we hebben zelfs speciale waarschuwingsborden nu in het. Die ga ik bewaren. Ik ga er ook foto's van maken in de supermarkt. Maar goed. Waar zijn we mee bezig? Staat niemand er stil bij dat dit virus zich ophoudt in je bovenste luchtwegen? En dat dit bij zware ademarbeid lekker naar buiten komt? Houd alsjeblieft afstand. Door het hele park zijn grote matrixborden neergezet met de oproep om afstand te houden. Ik kan een beetje onschuldelijke burgerlijke ongehoorzaamheid best waarderen. Daar drijft Amsterdam op. Maar dit is niet onschuldig. Heel goed, Femma. Maak iedereen maar bang. Lieve Amsterdammers, bedankt voor de bloemen, de pizza's, de taart, het applaus.
Nou, daar hebben ze allemaal niks aan, trouwens, lieve Amsterdammers, mevrouw de burgemeester. Weet je dat? Klappen en zo. Applaudisseren. Sla je handen helemaal stuk. Voor iedereen die ons door deze crisis... Hè, klappen voor de politie. Klappen voor mensen die achter de kassa zitten in de Albert Heijn. En inderdaad, klappen voor mensen als Femma. En die mensen bloemen geven en spandoeken en taart lees ik zelfs. En pizza. Hebben ze niks aan. Wat ze nodig hebben is dit. Mondkapjes. En ik las recent wat ze ook nodig hebben. Kijk hier. Vuurwerkbrillen. Sneu dat vuurwerk verboden wordt, weet je. Want ja, niemand heeft die brillen natuurlijk meer. Die gooi je weg. Maar goed, we zijn nu ook vuurwerkbrillen voor ze aan het inzamen. Ja, gut, waarom niet? Maar goed, we gaan verder. Hartelijk bedankt voor de bloemen, de pizza's, de taart en het applaus. Waar je niks aan hebt. Mondkapjes wordt aangewerkt. Het is geweldig en steunt ons in deze moeilijke en ingewikkelde tijden. Maar het helpt ons echt, echt, het allermeest. Als jullie de aanwijzingen opvolgen en afstand houden van elkaar. Oké, Femma. Hartelijke groet van een verpleegkundige. Daar komt het hoor. Hartelijke groet van een verpleegkundige die even een dagje vrij is voordat ze weer verder gaat om samen met haar collega's dag en nacht keihard te werken aan deze ongekend grote uitdaging in een moeilijke en ingewikkelde tijd. Oké, Femma. We komen onze handen helemaal stuk slaan voor jou. En dat gaan we allemaal doen bij het VU Medisch Centrum. En daarna wandelen we allemaal met bloedende handen de EHBO binnen dan. En in hemelsnaam mensen, stop met bootcampen. En stop met die yoga. Ik wist niet dat je yoga, dat je daar een werkwoord van kon maken. Je zou denken, het is het bedrijven van yoga of zoiets. Verpozen vind ik leuk. Zou Femma dat verzonnen hebben of zou dat van de redactie van het Parool zijn? Niet dicht op elkaar verpozen. Ik denk dat je dat tegen jongeren moet gaan zeggen in, weet ik veel, Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Zuidoost. Gewoon met zo'n politieautootje, met zo'n megafoon op het dak van het autootje. Mensen, niet dicht op elkaar verpozen. Dan kijkt iedereen je aan alsof je gek bent. Maar waar heeft hij het over? Oké, 38 nieuwe besmettingen in de regio Amsterdam-Amsterdam. En ik moet eerlijk zeggen, ja, dat is vreselijk, maar het is best positief. Want het is veel minder erg hier, tot nu toe, dan waar ik bang voor was. Hier, 38 nieuwe patiënten getest. Van deze 38 nieuwe zijn er 14 in het ziekenhuis opgenomen. Dat valt allemaal heel erg mee. En hier, totaal aantal positief geteste personen in Amsterdam komt op 195. En daarvan zijn er 48 opgenomen geweest in het ziekenhuis. Dat is wel veel. Maar ja, alleen mensen die heel ziek zijn, worden natuurlijk getest. En medisch personeel die bij die mensen in de buurt komt. Och. Wat vindt u er allemaal van, mevrouw de burgemeester? Zit u in zelfisolatie? Wie doet de boodschappen? Ik gok even dat u al uw boodschappen nu online bestelt. Of dat dat misschien zelfs voor u gedaan wordt. Omdat u een vitaal beroep heeft. En u heeft een vitaal beroep. Betekent dat dat uw kinderen naar school moeten. Want dan worden ze denk ik heel pissig. Ja, we slaan het op. Al mijn vriendinnen zitten thuis. Ik wil gewoon met hun appen. Ja, mijn mama heeft een vitaal beroep. En dan moet je naar school. Ik wil helemaal niet. Fucking kindermishandeling. Discriminatie. Die stomme vitale kutberoep. Waar is mijn oplader? Ik weet niet waar je oplader is. Maar pak even je tas in. Dan rij ik je met de auto naar school. Nee, pak mijn tas niet. Dat doet helemaal niks voor dat. Of zou ze er relax zijn. Dat onze Femke gewoon tegen de kinderen zegt van, nou, al je vrienden en vriendinnen zitten ook thuis. Mama mag dan een vitaal beroep hebben, maar blijven jullie ook maar thuis? En waar zitten ze dan thuis? Zitten ze in die ambtswoning op de Keizersgracht?
Of zitten ze op in dat nieuwe huis, dat afgelegen hutje op de hei? Mijn advies is: ga weg uit die stad. Daar is het besmettingsgevaar veel groter. Ga in dat hutje op de hei zitten. Maar je krijgt hier wel een beetje wat extra cabin fever, maar je zit daar aan water. De kans dat je het daar krijgt is veel kleiner. Misschien heeft ze die kids wel geëvacueerd. Maar goed, stel u moet naar buiten. Hoe doet u dat? Doet u een mondkapje voor? Doet u rubberhandschoenen aan? Wij wel. Wij zijn nu zover dat we en rubberhandschoenen en mondkapjes hebben. En die krijgen we gek genoeg eerder dan ons ziekenhuis. Die van ons komen ook uit China. Daar zijn we ze meteen gaan bestellen toen het vervelend begon te worden in Nederland. Dan moet je 3 weken wachten voordat het hier is. Maar dan betaal je bijna geen bezorgkosten. Dus ik heb en mondkapjes, herbruikbare en wegwerp. En ik heb heel veel rubberhandschoenen. En die rubberhandschoenen die kun je wel hergebruiken. Als je ze maar afspoelt met iets van bleek of Dettol, weet je, iets desinfecterends. En kun je ze gewoon laten drogen op het aanrecht. Dus daar kan ik het heel lang mee volhouden. Die herbruikbare mondmaskers, die moet je afnemen. Daar heb ik ook een soort desinfecterend spul voor. Spannend. Oké, lieve mensen. Wij blijven verslag doen vanuit de bunker in Amsterdam. Wij zitten in zelfisolatie. Wij blijven verslag doen van de zombie-apocalypse. Waar nu al 136 mensen aan overleden zijn. En talloze mensen besmet met dat zombievirus. Hoe bevalt zelfisolatie? Hoe vindt u het, mevrouw de burgemeester? Ik moet zeggen, het is te doen. Wij mogen gelukkig een paar keer per dag naar buiten met onze hond. Als we die hond niet hadden en we hadden echt helemaal binnen moeten zitten. Dan heb ik maar één woord eigenlijk ervoor over. En dat is internet. Probeer je deze crisis eens voor te stellen met thuis, met tieners, zonder internet. Dan hebben ze echt geen ruk te doen, worden ze echt heel vervelend. Maar met internet moet ik zeggen, is het te doen zonder internet? Dan was ik nu al lang tegen het behang opgegaan. Lieve mensen, laten we hopen dat dit aantal vandaag op de 7e dag van de zombie-apocalypse niet nog heel veel meer gaat stijgen. Maar ik vrees het ergste. En laten we hopen dat we vandaag geen nieuw rampzalig nieuws uit met name Italië krijgen. Want dat is niet normaal meer. Oh, deze was ik nog vergeten. Er is ook een oproep van mensen die denken van, oh, lekker met de hond naar het strand. Was ik ook aan het overwegen. Waar staat het? Oh, het staat hier niet. Hier, dagjes mensen op het strand. Op grote matrixborden wordt gezegd, hou afstand. Maar de burgemeesters van Zandvoort en nog een burgemeester hadden gezegd, niet naar het strand komen. In Australië gebeurde dat ook. Daar gingen allemaal mensen lekker in de zon bakken op het strand. Want die hadden zoiets van, ja, alles is dicht. Ik heb niks te doen. Ik ga aan het strand liggen. Want daar is het prachtig mooi weer. Dus ze hebben daar nu de stranden gesloten. Maar Australiërs zitten met airco in hun appartement. En de meer vermogende Australiërs, die hebben allemaal een zwembad in hun tuin. Dus die trekken het wel. Zou zij met overlevenden moeten praten? Mensen die familie zijn kwijtgeraakt door het coronavirus straks. Je moet er niet aan denken, wat een scheidbaan is het toch. Nou, zo, lieve mensen, daar laat ik het gewoon voor vanmorgen even bij. Ik ga mij voorbereiden op schoonmaken. En dan, oh, dat vreselijk leuke tripje naar de supermarkt met al die mensen. Het is daar iedere ochtend drukker. En dan pak ik me helemaal in mijn condoompje. En dan ben ik blij als ik weer binnen ben. En als ik inderdaad alles heb kunnen scoren wat ik nodig heb. Tot nu toe gaat dat heel redelijk. Het enige wat echt onmogelijk blijft is toiletpapier en rubberhandschoentjes. Van die schoonmaakhandschoentjes, dat kun je vergeten. En alles wat ook maar lijkt op handzeep.
Dat is ook allemaal weg. dag 7, zombie apocalypse. We gaan kijken wat de dag brengt. Wij blijven verslag doen. Mensen, blijf binnen. En als je naar buiten moet, hou afstand van elkaar. Houd je aan de voorschriften. Stay safe. Tot morgen.